Sarah en welkom bij weer een nieuwe video. Zoals ik jullie in de vorige video verteld heb, ben ik verloofd en ga ik volgend jaar trouwen. Dat heb ik ook al verteld in mijn blog en hoe het aanzoek is gegaan. Dank jullie wel nog voor alle felicitaties, het waren echt een hele hoop. En omdat het plannen van zo'n bruiloft best wel wat tijd kost en er komt best wel wat bij kijken, is het noodzakelijk dat je gewoon vroeg begint met het plannen. Onze bruiloft is pas over een jaar, maar het is echt noodzakelijk dat je vroeg begint. Dus ruim een jaar van tevoren raden heel veel mensen aan. En daarom ben ik nu ook al begonnen met kijken naar locaties, kijken naar trouwjurken, want het is natuurlijk ook heel erg leuk. En alles wat bij het plannen van een bruiloft komt kijken. En dat doe ik voornamelijk op mijn laptop, een beetje surfen, verschillende sites bekijken. En omdat ik daar zo mee bezig ben, krijg ik op Facebook heel veel advertenties die daarmee te maken hebben. En zo kreeg ik ook een advertentie van weddinggoodiebag.nl. Geen idee wat het was, maar ik klikte erop en ik zag dat het een goodiebag is. Met allemaal leuke goodies en inspiratie, plaatjes en kortingsvouchers. En eigenlijk allemaal dingetjes die handig kunnen zijn voor het plannen van een bruiloft. En die goodiebag kon je gratis aanvragen, dus dat heb ik gedaan. Dit is hem. Hij is best zwaar. Hij is ook heel erg leuk verpakt, vind ik. Je kon ervoor kiezen om hem op te halen bij een afvalpunt bij jou in de buurt. Of ervoor te kiezen om hem op te laten sturen naar jouw huis. En dat laatste vond ik best wel duur. Volgens mij waren de verzendkosten dan iets van 8 euro. En als je hem ophaalt is hij dus echt helemaal 100% gratis. En ik woon zelf in Breda en het ophaalpunt was best wel in de buurt. Dus ik heb hem gewoon opgehaald. De inhoud is volgens mij wel een beetje afhankelijk van waar je woont. Hoewel dat er ook heel veel dingen in zitten van webshops. Dus die zitten er denk ik altijd in. Maar sommige folders zijn volgens mij wel van regionale dingen. Dus het kan zijn dat als jij hem ook bestelt, dat de inhoud iets anders is dan die van mij. Denk ik, weet ik niet, gok ik dat het zo is. Maar goed, in deze video ga ik hem voor jullie unboxen, want dat leek me wel heel erg leuk om te laten zien. Misschien ben je helemaal niet bezig met trouwen, maar vind je het alsnog leuk om te bekijken. Of misschien ben je er juist wel erg mee bezig en dan lijkt het me zeker een leuke video voor jullie. Laat ik maar gewoon beginnen. Dit is hem dus, de Wedding Goodie Bag. Hij is best zwaar, volgens mij zit er best wel wat in. En ik ga hem dus nu unboxen. Op het linkje dat erbij zit staat Have a Wonderful Day, dat vind ik al heel erg leuk. En dit leg ik me gewoon even aan de kant. Ik pak gewoon eruit wat erin zit. Ik zie sowieso heel veel foldertjes. Die heb ik hier. Volgens mij zijn die foldertjes niet zo heel interessant. Maar omdat ik toch wil laten zien wat erin zit, ga ik er eventjes heel snel doorheen. Er zit een foldertje in van creatieve kaarten. En oh, er zit... kijk, dit is hem. En dat is dus een site waar je leuke kaarten kunt bestellen. Ik vind het inderdaad wel heel erg leuk. Het is zo moeilijk, want er zijn zoveel sites waar je save the date kaarten en trouwkaarten uitnodigingen kunt bestellen. Deze zijn echt wel heel erg mooi, vind ik. Creatieve-kaarten.com. En dan zit er nog een kaartje in van keurmerktrouwen.nl. Ik ga het niet allemaal heel uitgebreid bekijken, want dan duurt deze video echt een uur, denk ik. En dit is Please Don't Take My Drink, I'm Dancing, skyfly.nl. De bruiloft DJ van Nederland. Dus een onderzetje zit daarin. Het magazine Bruid. En die kun je dus bestellen via edities voor slechts 20 euro. Een kaartje van Victor's Wedding Design. Dit is een bruidsculpturen zaak. The Beautiful Bride Company zit een foldertje van in en dat is voor een bruidskapsel en bruidsvisagie. Amor, kinderbruidskleding.nl, voor als je een bruidsmeisje of een bruidsjongetje hebt, kan je daar kostuums bestellen. Heel schattig. Dan happyvintage.nl voor styling en verhuur van je bruiloft, als je dat niet allemaal zelf wil doen en als je het dus uit wil besteden. En het is dus allemaal in de vintage stijl, mag je daarvoor kiezen. Dan zit er een foldertje in van Elsa. Ook allemaal over bruidsschoenen voornamelijk zie ik erin staan. Dus die. Een notitieblokje van Wedding Goodie Bag zelf. I do staat erop. Nou, dat is misschien handig als je dingetjes wil opschrijven. Simply Love magazine. Kijk, wat is het? Staan ringen in, denk ik? Ja, heel veel sieraden in ieder geval. En voornamelijk
ringen. Dan Weddings Magazine. Daarin staan heel mooie bruidsjurken. Oh, hier kan je echt wel heel veel inspiratie uit opdoen als je op zoek bent naar een mooie bruidsjurk. Van Victor's Wedding Design had ik die net ook al. Kom me bekend voor in ieder geval die naam. Bruidsmodeontwerper. Dan naar de goodies. Dat is het leukste van het hele gebeuren, denk ik. Ik heb hier als eerste een shake beker met Love is Sweet. En daarin zitten spekjes. En die is van bedankjes.nl. Wat je meestal ziet op een bruiloft is dat aan het einde van het feest krijgt iedereen een bedankje mee. En daar kun je ook heb je heel veel keuze in. Dit is een voorbeeldje. Wat ik ook wel grappig vond is een flesje water met paracetamol voor de kater de volgende ochtend. En zo zijn er volgens mij duizenden bedankjes te bedenken die je mee kunt geven aan je gasten. Nou, nog zo'n voorbeeldje. Deze is ook van bedankjes.nl. Is trouwgom. Een grapje van kauwgom en dan in de vorm van, in de verpakking met trouwgom op. Ook wel grappig. Dan, deze is ook van bedankjes.nl. Dit is echt wel leuk dat die er zoveel in gedaan hebben. Dat zijn echtgenootjes. En er staat hier als voorbeeld staat Ruben en Jasmijn. 7717 staat volgens wel grappig die datum. 7717, die had ik altijd in mijn hoofd om te gaan trouwen. Maar het aanzoek kwam te laat, zeg maar, om de bruiloft nog zo snel te plannen. Maar 7717 vond ik gewoon een hele leuke datum. Makkelijk om te onthouden. En op 5717 zijn Rob en ik 12,5 jaar samen. Dus dat lag heel erg dicht bij die datum. Dus daarom dacht ik altijd, 7717, dan gaan we trouwen. Is op een vrijdag, komt helemaal goed. Maar het wordt dus ietsje later. Maar goed, dat even terzijde. Echtgenootjes, het is een nootje. Of een nootje. Het is een blikje met allemaal nootjes erin. Dus dat is wel grappig. En een kortingscode voor 10% korting op bedankjes.nl. Dan zitten er nog zakdoekjes in. Royalrushes.nl. Happy Tears staat op. Er zit een Mega Rich Body Cleanser in. Geen idee waarom en wat heeft dat met trouwen te maken. Oh, het is van Hilton. Ja, dan snap ik hem wel. Want in heel veel Hilton hotels kun je ook trouwen en blijven slapen, et cetera. Dus ik snap dat die erin zit. Dan heb ik hier nog een, hoe zullen we het noemen? Een stokje met wat vrolijke sliertjes daaraan of zo. Nou, het is wel leuk om na de ceremonie zelf mensen met iets kunnen zwaaien of zo. Het is van Wedding Fair. Dus het is wel grappig. Misschien ook wel leuk als je heel veel kindjes hebt of zo op je bruiloft. Dat die hiermee kunnen zwaaien. Wel grappig. Denk niet dat ik ervoor kies. Maar wel leuk. Dan zit er nog een vorkje bij. En een foldertje. Komen jullie een vorkje prikken bij het proefdiner op Kasteel Wijnenburg. Dus die. Er zit een koffiekopje in van lemariage.nl. En er staat op I love you a latte. En een kaartje zit erin met engaged to be married. En ze hebben een heel groot aantal trouw- en verlovingsringen staat erop. Er zit een potje in en ik denk dat dit een bellenblaas is. En dat wilde ik wel op mijn bruiloft. Dat vind ik heel erg feestelijk. Dat je dus na de ceremonie terugkomt lopen en dat iedereen dan bellen kan blazen. Nou, dat is toch leuk. Dat is toch gezellig. Ik heb wel een ander potje dan deze. Want deze vind ik niet echt bij een bruiloft passen of zo. Maar ik wil wel een bellenblaas. Dat vind ik leuk. En dan tenslotte zit hier nog een pakketje in. En volgens mij zit hier ook een hele hoop foldertjes in. Oh, maar dit is wel heel leuk verpakt. Kijk, ik weet niet of je het kan zien. Dit is zo'n... Hoe noem je dat nou eigenlijk? In ieder geval zo'n ding wat je om je been doet om je kous omhoog te houden. En in het blauw, dus ik heb al gelijk something blue. Wel grappig. Nou, dan ga ik nog eventjes snel door deze boekjes heen. Deze is van trouwkaarten.nl. Kijk, kun je ook natuurlijk je trouwkaarten bestellen. Ook leuk. Van die andere iets leuker trouwens. Die eerste die ik liet zien. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Dan de Do-It-Selfie-box. Lach, herinner en geniet. Leg je herinnering vast. Oh, dat zijn fotohokjes. Oh, dat wil ik ook. Dat vind ik zo leuk. En allemaal van die fotoprops. Oh, ze hebben heel veel verschillende, zie ik. Allerlei fotoboots. Do-It-Selfie-box.nl dus. Heel leuk.
aan een foldertje van thequeenofpops.nl met twee van die snoephartjes erbij. En dat is voor bruidstaarten. Ik heb nog geen idee wat wij gaan doen qua bruidstaart. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. En volgens mij ik was net een beetje donker, nou ben ik licht. Oké. Okay. Sorry voor dat verschil, maar de zon schijnt en dan zitten er weer wolken voor de zon, dus vandaar. Anyway, zoals ik zei, ik heb nog geen idee qua bruidstaart. Misschien kies ik wel voor cupcakes of kies ik voor iets heel anders. Geen idee, ik zie wel. Maar fijn dat ik weet dat ik het daar kan bestellen. En ik zeg de hele tijd wat ik ga doen, wat ik ga kiezen. Maar ik bedoel natuurlijk wat wij gaan doen, wat wij gaan kiezen. Maar ja, weet je wat het is? Rob laat mij daar gewoon heel erg vrij in. Hij heeft zoiets van, regel jij het allemaal maar. En hij vindt het allemaal wel best. Hij maakt zich niet druk om wat voor taart dat er komt te staan. Of hoe dat het allemaal aangekleed wordt. En ik vind het heel erg leuk om me daarmee bezig te houden. Dus natuurlijk gaat hij wel mee taart proeven. En de grote beslissingen maken we echt wel samen. Maar ja, het meeste zal ik toch wel regelen. En dat vind ik helemaal niet erg. Dat vind ik heel erg leuk om te doen, juist. Ja, hier zit dus bijvoorbeeld een foldertje in van Park Breda. En daarom denk ik dat het een beetje regionaal, dat het de samenstelling is van regionale dingen. Of in ieder geval dat die erin kunnen zitten. Park Breda, hele leuke zaak trouwens. En daar kun je dus ook je huwelijksfeest geven. Dit is een foldertje van Art Object. Allemaal trouwringen. Goudmerk. Dat is een edelsmederij. Dus nou, volgens mij heb ik echt genoeg keuze qua trouwringen. Nou, hier heb ik nog een fotograaf. Dario en Dara. Dario en Dara.nl. Fotograaf is ook, vind ik ook zo moeilijk. Want ik wil wel een goede fotograaf. Ik wil misschien ook nog wel een videograaf. Maar er zijn er zoveel. En dan is het is echt heel lastig kiezen. Ik heb me al een beetje georiënteerd, maar nog niet goed genoeg. Dit is een kaartje van meneer Van Eyck. En dat is een hotel in Oosterwijk. Daar kun je ook je feest houden. Die zit er twee keer in, zie ik dat kaartje. Hier nog een fotograaf. Fotograaf met dubbel F.nl. Want hij heet Arjo van der Graaf, dus dan, ik zag hem wel. En, oh, dit is een soort van voucher voor gratis jullie mooiste moment van jullie mooiste dag op prachtige schilderslinnen. Gedrukt in de maat 90 bij 55 centimeter. Dus als ik die dan inlever, dan krijg ik een foto op canvas. Wat is dit? Oh, de boswachter. Oh, wat leuk. De boswachter in het Masbos. Dat is een optie voor ons om daar te gaan trouwen. U bent uitgenodigd voor een rondleiding onder het genot van een glas bubbels. Nou, dat is altijd fijn. Dus die ga ik steeds even bewaren. Nog een fotograaf, Adrienne Fotografie. Oh, de voorbeeldjes zien er echt al heel erg mooi uit. Komt uit Breda, zie ik. Ook weer regionale fotograaf. Dan een foldertje van amiga.eu. En lasposas.info. Een hoop bruidsjurken weer. Kan ik lekker doorbladeren om inspiratie op te doen. Dan een blaadje. Oh, dat hoort erbij. Bij Amiga. Dat Amiga blad. Oh, en dan bij aankoop van je bruidsjurk krijg je van ons €150 cadeau. En dan moet ik die brief meenemen. Nou, dat is in ieder geval mooi meegenomen. €150 klinkt heel veel en dat is het natuurlijk ook. Maar een bruidje kost toch gauw. Nou ja, een bruidje kun je zo duur maken als je zelf wil. Maar €150 korting op een bruidje is niet heel gek, zeg maar. Dan voor de man een hoop kostuums. Die gaat dus naar Rob. En de laatste is ook voor mannen blacktie.nl. Voor kostuums wederom. Dat was het. Dat was de wedding goodie bag. Wat vond ik ervan? Heel veel foldertjes. Op zich ook logisch. Het is een gratis goodie bag. Dus er moet enige vorm van reclame in zitten. Toch had ik stiekem gehoopt om wel iets meer goodies. Maar ik wil ook niet ondankbaar zijn. Dus ik vond het wel leuk. Ik ga er zeker heel veel inspiratie uit opdoen. Ik ga eventjes alle foldertjes ook kijken, alle boekjes doorbladeren. En ja, weet je wat, je krijgt het maar. Dus het is
Het is wel leuk, maar ik had gehoopt om aan jullie ook wat meer goodies te kunnen laten zien. Dus ik hoop dat je deze video alsnog leuk vond om te zien. Als het zo is, geef dan even een duimpje omhoog. En ik zie jullie graag weer in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!